Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Batman Arkham Knight. We zijn tegen een hele grote tank bezig. De Cloudburst tank. Die is daar ginds. Van eindje weg. En waar moeten de koelingslijnen moeten wij hitten? En ondertussen maken we van alles kapot. Maar we moeten even wachten tot zijn scanding weg is, en anders ziet het ding ons. We kunnen hier toch nog natuurlijk kan. Zo leuk. Ah, die zit aan de linkerkant. Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij gaat draaien naar links. Zijn scanner zit daar ook net. Zijn scanner zit nu buiten beeld. Ah, en hij heeft nou nog een ding aan de voorkant. Oh, nee. Batmobile, doe iets. Je zei. Fucking mongol. We moeten snel wegrijden, anders dan naait hij ons, want zijn tank is behoorlijk fucking snel. En zolang wij niet met onze Batmobile op ons fucking dak gaan liggen als een fucking schildpad, is er niks aan de hand. Dus gauw ze kunnen ontsnappen, dan is het goed. Maar dat ding is fucking snel, die tank van hem. Dat is echt belachelijk. We hadden misschien daar de binnen kunnen gaan. Misschien dat het zo ook wel. Oké, dat is geen trap waar we op kunnen. Dat is kut. Dat ding zit er weer achter ons. Dat ding is zo belachelijk snel. Dat is echt extreem. Dat ding is veel te snel, man. Oh. Ah, door waar we langs gingen. Dat was ook niet zo handig. Dat was ook kut. Oh ja, mooi. Het is gelukt. We zijn hem kwijt voor even. We moeten nu aan de voorkant hitten. Weg. Nee. Moet dus even wachten zodat hij naar ons toe rijdt en dat hij met de scanner net een andere kant op zit. Dan kunnen we hem pakken. En dan gaat hij dood. Zoals nu. Doei. Ah. Oh, dat is de Cloudburst. Oké. Ja, die zijn allemaal mis. Dat scheelt. Zijn main cannon is dus naar de tering. Dat was het ding wat ook de meeste damage deed. Dat was dus Cloudburst, maar dat hitte ons toch niet. Die missen als ook niet. Die komen gewoon niet aan. Dat is zo handig, dit. En dat ene ding is de Cloudburst, volgens mij. Dat geel gloeiende ding. Daar moeten we volgens mij op schieten, aan de voorkant van zijn tank. Dus dat doen we ook. We gaan niet naar binnen hier. En dan zijn we... No. Dit is een perfect rondje om rond te rijden. Het is echt geweldig. Langzaam maar zeker gaat zijn tank naar de tering. Zoals je rechtsbovenin ziet. Dus dat is goed. En die van ons die houdt zich nog wel even. Dus dat is ook goed. Au, dat was iets minder goed.
Die zijn lekker mis. Ga er veel HP vanaf, jongen, als we dat ding goed raken. Mooi, dat was hem. Daar gaan we dan. Eens kijken wie het is. Ik vermoed dus Robin, de oude Robin. Maar, who knows. Zo, dat was nog net op tijd ook. De klauwbeurs is ook gelijk weg. Oh nee, die is er nog wel op de achtergrond. Oké, okay, slaan. Nou, daar klopt het natuurlijk sowieso niet dat het de Joker is. Dat ken je. Dat is gewoon... Ja, zie? Dat is de vier die het verandert. We moeten nou eigenlijk een foto maken van Alfred en vragen wie de fuck het is. Want hij ziet de Joker niet natuurlijk. Sir, the Arkham Knight. Did you subdue him? He's gone. Don't sound entirely sure, sir. Ivy, I've destroyed the cloudburst. Purify the remaining toxin as fast as you can. Ivy. I fear you may be too late, sir. Scans reveal the toxin is overwhelming Ivy's plants. I'm heading to her now. Okay. Waar de fuck is de Arkham Knight? Dat ziet er gevaarlijk uit. Hey, de Riddler. Instrument of fear. I will exact vengeance of this upon you and all. Even kijken, waar de fuck moeten wij naartoe? Daar helemaal. Oké. Kunnen we ook naar onze Batmobile? The Batmobile is trapped beneath a fear toxin. I should stick to the rooftops. Hoezo? Ik kan toch gewoon met de fucking Batmobile rijden? Door de Cloudburst shit heen. Come on, Batman. Dit ziet er fucking awesome uit trouwens. Ik zeg. GCPD. Dit beeld. En al die fucking rook. Ik hoop alleen dat we hierop kunnen grappelen. Anders hebben we dat wel. Oh, dat kunnen we. Maar we kunnen toch gewoon rijden? Ik vraag me alleen af waar de fuck onze grote vriend is. En wie de fuck ons grote vriend is. Oké, we zijn bijna bij Ivy. Wat een landing. Ivy, knock knock. Zo, so, Ivy is er niet als de best aan toe. Is Ivy dood? Yep. Dat lijkt wel op dood. Dat effect ziet er fucking cool uit trouwens. Ze heeft ons wel geholpen. De cloud burst rommel is weg. De vier toxin of wat het ook is. Ik haal nu waarschijnlijk alles door mijn kamer. Het is in principe vier toxin, is volgens mij niet cloud burst. Cloud burst is de manier waarop het verspreid was ofzo. Voor mij was het zoiets. Sir, the gas cloud is dissipating. You did it. You and Poison Ivy, I mean. We underestimated the humanity that remains within her. She's gone, Alfred. Clearing the toxin took everything she had. Oh, I see.
Her final act was a noble one. Dat is prachtig hoe snel hij zich aanpast. Dat is echt geweldig. Dat is altijd een ander vraag. Nothing concrete, sir. But the GCPD comes from Might. They're currently puzzled by an encrypted transmission sent on a SWAT channel from within the city. Most odd, given there are no SWAT officers currently in the field. Then, of course, there are the numerous unsolved cases that still require your attention. With the toxin clear, now would be the perfect time to reassert your control of the city. Dat is inderdaad een goed iets. We hebben dus verschillende dingen te doen natuurlijk. En ik wil eigenlijk even kijken met de Creature of the Night. Ik wil die verder doen. Ik ben benieuwd wat dat voor creature is. That tortured creature was once a man. Dr. Kirk Langstrom. Nou ja, we weten inderdaad dat Dr. Kirk is, maar... His lab might hold the answer. We weten hoe en wat de reden is voor zijn transformatie. Het is eigenlijk wel jammer dat de Cloudburst shit weg is. En we hebben nu dus geen regen meer, maar Nvidia Physics blaadjes en dingen. Pollen lijkt het meer op. Weet wel, als je zo'n wit bloempje blaast, zeg maar, als je daar blaast, dat al die stuifmeerrommel weggaat. Dat zie je dus nu. En als je ook goed kijkt, zie je ook dat die wegvliegen van Batman af. En dat is Nvidia-technologie. Dat het wegvliegt, zeg maar, als je het raakt. En dat het überhaupt reageert op je. Dat is prachtig. Maar ik vraag me nog steeds af wat de fuck er is gebeurd met de Arkham Knight en shit. Daar ben ik nog steeds benieuwd naar. The line of duty. Wacht, wat is de line of duty? Ah, dat. Dat boeit mij iets minder. No offense. Brandweerman. Maar dat boeit me gewoon even iets minder op dit moment. Het is niet echt een story ding namelijk. Al die witte dingen. Moet je kijken hoe het gewoon aan de kant beweegt. Als we er doorheen lopen. Dat heb je niet op de console. En ook niet met AMD. Ik weet, ik heb dat heel vaak herhaald. Maar hier, dit is perfect. Rook en pollen die bewegen. Zo mooi. Dan de belevenis is gewoon beter omdat het gebeurt. Het lijkt gewoon echter. Maakt de hele game beter. Maar ja, we gaan het lab in. Ik ben benieuwd wat hier te vinden is. Ja, maar dat Detective Batman en Detective Black moeten spelen, maar... Zo zien. Er ligt daar iemand op de grond. En er is een fiets. Dit is wel interessant, dat is wel cool. Full genetic resplicing was dat is een vrouw, yep. The recombinant molecule. Honey, you're doing it again. How about in English? Yes, of course, sorry. So, what we've done is merged the DNA of Desmodus rotundus, the vampire bat, into the human chain. This breakthrough could, it will, prevent and cure deafness in all humanity. Okay. Perfect, sweetie. Dat ding ook, hoe die ronddraait. Met momentum. Dat was dus in die stoel daar. Kan ik ook inzoomen? Ja, zo. Hier. Nog een beter beeld. Hij is eigenlijk vrouw vermoord, dus. Per ongeluk natuurlijk, maar. Ah, en dan gaat het weer opnieuw. Dit is de camera. Dit is dus zijn vrouw.
There's a computer. Maybe it contains some answers. Echt Batman. There's a computer. Okay. Dat is dus die stoel. En dit is ook cool. This computer stores all of Dr. Langstrom's research. Dan moeten wij dat snel opslaan. Voordat meneer Bat terugkomt. Kunnen wij hem cure die dude misschien? Door terug te draaien? Is dat wat Batman aan het proberen is? Mixing his DNA with a vampire bat? That was never going to end well. If I search through his files, I may be able to create an antidote to his condition. I need to isolate the man bat signature and remove it from Langstrom's DNA. Okay. Ah, zo. En dan gaat dat ook weer doodsteken. Maar we moeten dit goed sequencen met het andere ding. Alleen, Ah, wacht, zo. Je moet het hele tijd ronddraaien of zo, volgens mij. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat de fuck ik aan het doen ben. Dat komt daar eigenlijk op neer. Zo gauw als het misgaat, draai ik het gewoon rond. Ik denk dat dat de techniek is. Zie, uiteindelijk komen we er wel. Of niet? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Volgens mij moet ik puur de witte dingen hebben ofzo, of niet? Voor zover ik nu zie, moet ik alles ontwijken en puur de witte dingen pakken. Dus de goede DNA stukken, zeg maar. Zodat er geen Batman in zit en geen andere zooi. That's it. I've created a clean DNA sample. Een beetje, krom te doen, maar ik had door uiteindelijk wat de bedoeling was. En nu moeten we nog meer onderzoeken. Alfred, I've synthesized a cure in Langstrom's lab. Now I just need to find him. Any idea where he may be hiding? Geen idee. He's not in control of his actions. He could be anywhere. No one knows this city better than you, Master Bruce. You'll find him. Okay. Verder is hier niks te ontdekken. Nope, okay. Oh, de Joker is hier. His wife? Your parents? What is it about dead relatives that turned you into a giant rodent? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, Joker, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Verdammte scheiße. Ah, we hebben dus weer een missie om te kiezen. We kunnen hiermee verder, maar we weten niet wat het is. I can track and hunt the bad creature by listening for its distinct echolocation delivery. It must be stopped. Dus we moeten rondvliegen en luisteren naar een vleermuis. Dat is eigenlijk hoe we het kunnen vinden. En ik denk, moet ik zeggen dat die game ook nog wel een hint geeft. Of niet. Hoeveel is Riddler's Revenge eigenlijk? 12%. Want dat moeten we ook allemaal nog doen. We moeten dus luisteren naar het geluid van de Batman. Good thing we got off the street in time before that crap was released. Maar ja, waar is dat ding? Dat is een goede vraag. Oh, never mind. Found it. Ergens hier in de buurt dan toch? You ever wonder if this whole thing is some kind of psychological experiment? Like we're all just pawns. Somebody. Maar ja, waar is dat ding? Ah, daar vloog hij voor ons. Ik zag net het einde van zijn vleugel. Ah, mooi, mooi. Dat scheelt in ieder geval over niet heel ver te zoeken. Ik neem aan dat we hebben moeten landen of zo. Waar is die bitch?
Hey, hey. Kom dan. Ah. Yay, dat was hem. Awesome. Ga neer. Er is maar één Batman hier. En dat ben ik. En nu? I administered the antidote, but it wasn't enough. I need to track him down and inject him again. Ah, nog een keer. Is dat alles? Nog één keer en dan zijn we klaar. Hoi, dan gaan we nog een keer op zoek naar die dude. We horen hem vanzelf wel schreeuwen, denk ik, ergens. Even kijken. Yep. I can track and hunt the bad creature by listening for its distinct echolocation delivery. It must be stopped. Ik vraag me af waar het eigenlijk is, maar... Holy crap. Dat zag er wel cool uit. Waar zou het naartoe gegaan zijn? Ik heb geen idee. Ik denk daar ergens in de stad, maar... Why'd we bring all these civvies in on the op? That little guy, the Brit, wildcards, all of them. En wat is hier eigenlijk te doen? Niks toch? Kijk maar. Er zal vast wel iets gebeuren, ja. Maar... Dat weet ik niet. Oh wacht, dan moest ik die civic dingen... Of die civic. Science make shit. Oh nee, dat hebben we al gedaan. Laat maar. Ik was nog met de oude missie dingen bezig. Dat was seismic activity bullshit. Oh. Kutmuziek. Oké, we hebben een nieuwe dude gevonden. Alfred, I found a fourth victim. Ik hoorde opeens die kutmuziek. Ik denk, hey. Nou, laten we hopen. Even kijken. Dat is wel één ding. An irregularity on the victim's chest. It appears to be a birthmark. Quite distinctive. Dat is echt een klein ding. There's a bullet lodged deep in the upper bicep. This type of ammunition is predominantly used with a hunting rifle that hasn't been manufactured in over a decade. Okay. It's old school. The left foot is missing several toes. The site of amputation suggests the removal of non-viable tissue in the treatment of frostbite. Alfred, I've ID'd the victim as Robert Kincaid. Imperfect. He was a microbiologist who worked for Stagg Enterprises. Many believe the shooting was connected to Kincaid's knowledge of controversial research, although that remains unverified. He took a teaching post in Atlanta, which is where he was reported missing. Have you found anything linking the victims? I can find no personal or professional links between the victims, but they each went missing near state parks or playing fields. Try and find anything connecting those places. Of course, sir. I'll look into it. Ik blijf al die pollen, zeg maar, van die bloemen en wat blijf ik mooi vinden. Dat je er doorheen kunt lopen en dat echt aan de kant gaat. Het ziet er mooier uit dan de regen, dat wel. De regen zag er ook wel een stuk beter uit, maar... Has the Arkham Knight killed the bat yet? He's all talk. Oeh, dat wil ik nog even. Oké, never mind. Dat wil net niet. Waar de fuck is... ...die fucking vleermuis? That's the question. En we moeten nog steeds één extra missieding krijgen. En deze moeten we ook nog steeds doen. Fireflies at large. Where there's smoke, heal of lithium. Dus we moeten nog... Een brandweerstation vinden wat brandt. Een letterlijk brandweerstation. We can take the bath. You know how many guerrilla fighters I've killed? He's no different. Just got better gear. Better gear sowieso. Maar die moeten we dus ook nog doen. Dan hebben we dat ook alweer gedaan. Dan hebben we nog weer een story-achtige sidequest. En die gaan we sowieso ook allemaal nog afmaken. Ik denk als het een beetje mee zit eigenlijk voor het einde van de main story zelf. Lijkt mij net wat verstandiger. Wie is dat? Is dat de Joker? Dat is de Joker.
totally with you on the whole locking up Robin thing. It's clearly cruel and mildly psychotic, but we're starting to see eye to eye on these little matters of right and wrong. Ja. Ik vind het kut eigenlijk met die, die Firefly dingen. Dat we niet gewoon kunnen zeggen, oké, daar zijn allemaal brandweerstations in Arkham. Dus één van die kan er zijn, zeg maar. Dat we die gewoon maar kunnen checken. Dat vind ik echt, echt kut. Oracle's apartment. DCPD. Oh nee, het is Subway. Ah ja, we moesten naar de DCPD. En hier hebben we de Riddler ding. Dat moeten we ook nog steeds doen. Er zijn heel veel dingen die we nog moeten. Dit is dan GCPD volgens mij, of niet? Oh ja, dit is Wayne Tower. Wat is GCPD dan? Ah, daar. Daar moest ik naartoe. Dus dat is een hele grote uitroeptekening. Dadelijk. Ah, eens even kijken als het hier op te vinden is dan. Dat is de Riddle. Die daar opgeslagen staat. Die zit ernaast. Bij de GCPD. Staat nergens. Ik vind het echt kut. Ze moeten echt iets bedenken dat je. Aangezien Firefly alleen brandweerkazernes aanpakt, zeg maar. Gewoon een lijst van: oké, hier zijn allemaal brandweerkazernes. Zoek het maar uit, zeg maar. Zoek het maar op. Maar. Ja. Dat is er niet. Dus dat is wel kut. Maar we gaan dan op zoek enzovoort. Naar die dingen. En naar de bat creature dinges. In de volgende part. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En zie ik je in de volgende video. Later.